Wouter Tors, jij bent van jouw pensioen aan het genieten, maar je duikt toch nog op tv op. Kon je niet nee zeggen tegen de verraders? Goh, de eerste keer heb ik eigenlijk wel nee gezegd, omdat ik had gevraagd, mag ik eens een aflevering zien? En ze hadden mij afleveringen van de Nederlandse versie laten zien. En dat was zo'n vechtpartij en dat was zo brutaal en zo agressief dat ik toen heb gezegd van nee, dat ga ik niet doen. Maar dan hebben ze mij de Vlaamse versie laten zien en dan was ik eigenlijk helemaal verkocht. Heb je meteen ja gezegd? Ik was gevraagd voor vorig seizoen. Toen kon ik niet. Nee, ik heb niet meer. Ik heb er goed over nagedacht, ook thuis is over gesproken. Maar nu ben ik eigenlijk heel blij dat ik heb meegedaan. Ja, het is een uniek psychologisch avontuur. Hè? Met 20 onbekende mensen. De meeste konden mijn kinderen zijn. Dus er gaat een nieuwe wereld open. En ik heb er echt van genoten. Wat niet wegneemt dat het nu en dan spannend en zwaar was. Want het is toch, je bent toch 10 dagen uit je habitat weggetrokken. Je slaapt minder, het zijn lange dagen. Dus het is altijd een beetje een snelkoker van emoties. Ben je vaak emotioneel geweest? Ik ben denk ik 1 keer emotioneel geweest. En dat was een moment toen dat Astrid een stukje op de piano speelde. En dat was een stukje dat me deed denken aan mijn kleinkinderen. En dan, ja, je bent dan moe. Je hebt dan ook een glaasje rosé gedronken. En toen. Maar voor de rest heb ik altijd gezien, het is een spel. En ik doe het spel mee, maar ja, dat zit hem. Ben jij iemand die een leugenaar makkelijk kan ontmaskeren? Ik denk dat niet. Ik heb eigenlijk meer het spel gespeeld door bondgenoten te zoeken. Mensen die ik kon vertrouwen en dan samen met hen in coalitie de juiste keuzes te maken.